Hey, mijn naam is Olaf Bok van Gratis Leren Photoshoppen en dit is de les 385. En voordat ik begin wil ik jullie even vragen of jullie alsjeblieft mijn YouTube kanaal wil abonneren. En naast het knopje abonneren zie je ook het belletje. Als je op dat belletje klikt, dan kun je voor alles kiezen. En dan word je namelijk op de hoogte gehouden als ik een nieuwe les online zet. Nou, alvast daarvoor bedankt. Ik wil de achtergrond van een landschap wil ik wazig maken. Hiermee krijg je dan een soort diepte in een foto. En ik ga jullie laten zien hoe je dat moet doen. Daarnaast wil ik het afwerken met een vos erin. Dan ziet de foto er wat leuker uit. Het is een kleine handeling. Je bent zo klaar, zeg maar. En ja, dan ziet de foto toch iets anders uit dan zoals die origineel is. En zoals jullie zien heb ik hier de foto. En je ziet dus de achtergrond dat die wazig is. En ja, ik ga even op Ctrl-Z klikken. Zo. En dan is hij weer origineel zoals ik ga beginnen. Of zoals hij was. Nou, wat je eigenlijk doet, is dat je eigenlijk met de vierkante selectietool gaat bepalen wat je wazig wil hebben. En ik ga voor dit stuk. Daarna ga ik hier naar de quick selectietool. Of de snelle selectietool. En dan met Alt inhoudend kan ik dan weghalen wat ik niet wil. Zo. En met Shift kun je dan weer herstellen. Dus Shift inhoudend. Zo. Daarna ga ik hierboven naar selectie en maskeren. En als je dan eroverheen gaat, dus alles wat je dus blauw ziet tussen de bomen, als je daar overheen gaat, wordt dat automatisch hersteld. Dus ik ga hier eroverheen. En dan zie je dus dat hersteld wordt. Ik heb hem hier wel op het bedekken neergezet. En ik heb hier hem wat groter gezet, zodat het cirkeltje waarmee ik eroverheen ga wat groter is. Ook hier wil ik hem trouwens anders hebben. Zo. En daarna klik ik hier op oké. Nou, met Shift ga ik dan toch nog dit stukje even herstellen. Zo. En wat ik dan doe, ik ga hierboven ga ik dan naar filter. Ik ga hier naar vervagen. En dan kies ik hier voor Gaussiaanse vagen. Ik heb hier 2,9 staan. En ik klik dan op oké. Dan doe ik Ctrl-D en dan zie je dus dat de achtergrond mooi wazig is geworden. Ik vind de foto eigenlijk nog best wel een beetje kaal. Ik wil hem nog een beetje aankleden. En daarom heb ik dus gekozen om daar een vos in te zetten. Je kunt natuurlijk zelf bepalen wat jij erin wil hebben. Maar ja, voor mij de eerste foto die ik tegenkwam op PXHair. Zoek dat maar op Google. Daar moet je je eigenlijk wel even aanmelden. Maar daar kun je dus foto's gratis downloaden. En die mag je gewoon rechtsvrij gebruiken. Nou, ik heb hier dus een vos. Ik doe even Ctrl-C, want ik heb hem al geselecteerd. Ik ga terug en dan doe ik daarna Ctrl-V. Ik pak hier de pijltoets. Je ziet dus, ik heb er al schaduw ingemaakt. En het belangrijkste is dat je hem hier goed neerlegt. En ziet het al een stuk beter uit. Natuurlijk kun je nog iets doen met de vos. Ik zou bijvoorbeeld hier kunnen kiezen voor belichting. Dan kan de onderste naar rechts halen. En dan moet je wel deze even aanklikken. Dan zie je dus dat de vos donkerder wordt. Je kan ook nog kiezen om, dan ga ik even terug naar lagen. Deze, en dan kies ik voor selectief kleur. Ik heb rood al bovenaan staan, maar anders moet je hierop klikken. Dan kun je de kleur kiezen. Ik heb rood nodig. Ook deze vink ik aan. En dan ga ik het rood een beetje naar links halen. En dan zie je dus dat de vos dus een stuk roder wordt. Nou, dan ga ik weer terug naar lagen. Ik ga weer terug naar de vos. En dan ga ik hier, even kijken, deze moet ik hebben, vervagen kiezen. Ik ga de cirkel wat groter maken. Dat doe ik naast de letter P. En naast de letter P staan die hekjes. Zoals hieronder worden weergegeven. En dan ga ik dit gedeelte een klein beetje waziger maken.
Zo. Ik wil hem toch nog een klein stukje omlaag. Want je ziet namelijk hier een stukje dat niet klopt. Zo. Oh, wacht even. Nee, dat valt gewoon. Dat is een stukje van het pad zelf. Even kijken. Dan hou ik het zo. Ja, dat vind ik wel mooi. En dan is dus de foto klaar. Een paar simpele handelingen. En ja, binnen no time is het gebeurd. Ik hoop dat je weer wat geleerd hebt. Het was een leuke les en ik spreek je snel. De groetjes. Hai, hai.